Opeens verschenen er engelen, een heleboel. En ze straalden als een dolle. De herders voelden dat iets aan de hand was. Een van de engelen sprak de herders toe. Er is een bijzonder kindje geboren in een stal in Bethlehem. Het is een kindje van de vrede. En als je het niet gelooft, ga dan maar zelf kijken. Een grote ster wijst aan waar die is. De herders wilden daar natuurlijk het hunne van weten. En ze gingen allemaal op weg naar de stal. Toen ze de deur opendeden, zagen ze meteen het kindje liggen. De navelstreng was doorgesneden en het was helemaal gewassen. Er waren doeken gehaald bij de herberg en die waren om het jongetje gewikkeld. Het lag heerlijk schoon in de kribbe. De herders waren erg onder de indruk. Dit was echt een kindje van de vrede. Al twijfelden er wel een paar herders. Ja, als dit het kind van de vrede is, waarom ligt hij dan in een voederbak?